Misschien ken je de populaire Netflix-serie Riverdale wel. Of op zijn minst moet je er wel eens van hebben gehoord. In het vierde seizoen is heel kort een nieuw personage te zien. Een jongen genaamd Jeffrey Augustine. Deze rol wordt vertolkt door Ryan Grantham. Een jonge acteur met al veel mooie klussen op zijn cv. En als je het zover hebt geschopt, dan zou je toch een mooi en gelukkig leven moeten leiden. Althans, zo luidt het vooroordeel. Ryan Grantham draagt echter een zware last met zich mee. In zijn dagboek schrijft hij zijn duistere plannen uit. Hij wil graag impact maken op de samenleving. Hij wil gezien worden. Alleen dit keer niet als acteur in een bekende film. Van harte welkom allemaal weer bij deze nieuwe Misdaad en Mysterie. De Misdaad en Mysterie-serie, we zijn er weer. Zijn jullie al bijgekomen van het verhaal van Hinter Kaifek? Of rommelt het nog een beetje zo in je achterhoofd? Bij mij wel. Vandaag heb ik weer een nieuwe zaak voor jullie. Een zaak die zich wat recenter afspeelt. Namelijk het jaar 2020. En wat zo bijzonder is aan deze zaak, is dat het een linkje heeft met de serie, de Netflix-serie Riverdale. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ik raad het niet per se aan. Ik moet zeggen, ik heb het wel gezien. Ja, ik ben schuldig. Maar het was meer gewoon zo'n serie waarvan ik denk, nou, dan hoef ik niet per se op te letten. Weet je, zo'n achtergrondserietje. Het heeft ook wel wat. Alleen, wat ik bij Riverdale altijd zo bloedverziekend irritant vind, zijn die afleveringen dat alles één grote musical is. Wat Riverdale nou precies met deze zaak te maken heeft, dat gaan jullie allemaal horen. Voordat ik ga beginnen, is het natuurlijk tijd voor de shout-out van deze week. Als jij een comment plaatst onder de hashtag #SOnnedy, dan maak je kans om de volgende keer genoemd te worden. Dat mag een vraag zijn, het mag over de zaak gaan, het mag van alles zijn. Deze week gaat de shout-out naar Brecht Veen 1374. Hi Dionne, alle video's vind ik erg interessant. Het staat me dan ook bij hoe het leven kan lopen. Ik vind het knap dat je zoveel heftige verhalen zo mooi kan vertellen. Ga zo door en bedankt voor de video's. Dankjewel Brecht, super lief. Nogmaals, wil jij kans maken op de shout-out? Hashtag #SOnnedy, laat hieronder iets achter. En vergeet natuurlijk niet om op dit kanaal te abonneren, het belletje aan te klikken als je dat nog niet gedaan hebt. Elke vrijdag om 4 uur ben ik er weer met een nieuwe Misdaad en Mysterie. Daarbij, wat ook elke vrijdag online komt, is mijn podcast. Dat gaat ook over dezelfde zaken die ik hier bespreek. Alleen dan doen we het nog een keertje over, maar dan met mijn broer erbij, met de details. Dus dingen die ik hier niet kan benoemen, kan ik in Moordkast wel. Wij zijn te beluisteren exclusief op Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl/moordkast om je daar als nieuw lid aan te melden. Want nieuwe leden krijgen alleen via dit linkje 30 dagen gratis Podimo aangeboden. Zorg ervoor dat je je daar dus aanmeldt als je het een keertje wil proberen. Ik wil even een extra disclaimer geven bij deze zaak, want er komen best wel veel heftige zaken aan het licht. Het gaat natuurlijk om moord, geweld, maar dit keer komt er ook een stuk mentale gezondheid bij kijken. Een jongen die zich zeer depressief voelt, moordgedachtes heeft. Je moet even lip lezen. Ik blijf erbij. Ik moet eventjes gaan zorgen voor een legenda of iets. Ik ben nog steeds even aan het kijken hoe ik dat ga doen. Maar in ieder geval, dus is dat een trigger voor je? Kun je daar niet tegen? Of is dat iets wat op dit moment gewoon niet lekker kan vallen? Klik deze video dan weg. Ben je onder de 12 jaar, dan vind ik dat je hier sowieso even niks te zoeken hebt. Weg. Wegwezen. Gewoon even wachten tot je oud genoeg bent. Want je wil echt niet met buikpijn in je bed liggen, jongens. Verder is het natuurlijk niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te praten. En alle informatie die ik jullie geef is informatie gevonden op het internet. Ik heb het gebundeld tot één verhaal voor jullie. Deze zaak, de zaak van Ryan Grantham. Het is iets wat je niet verwacht. En dat van misschien wel een gezicht die je kent van televisie. Een bijzonder moordverhaal. En ik denk dat we maar heel snel moeten gaan beginnen. Het verhaal van Ryan Grantham. Ryan Grantham wordt geboren op 30 november 1998 in een plaatsje genaamd Squamish. Ik heb geleerd dat Canada blijkbaar wel provincies heeft. Squamish ligt in de provincie British Columbia. En Squamish is een klein plaatsje vlakbij Vancouver. En het ligt dus in, jawel, Canada. Ryan Grantham is de zoon van Barbara Wade,
Wie zijn vader is, dat is niet helemaal bekend. Het enige wat we van zijn vader weten is dat het een ondernemer is, maar dat is ook echt alles. In ieder geval heeft die vader geen actieve rol als vader binnen de opvoeding van Ryan. Dus het is denk ik wel iets wat ongetwijfeld zijn littekens heeft nagelaten. Brian's vader is er namelijk vandoor gegaan toen Ryan nog maar heel klein was. Daarnaast heeft Ryan nog een zus, genaamd Lisa Grantham. En hij krijgt verder een christelijke opvoeding. Moeder is trouwens een super actief, vriendelijk mens, super zorgzaam. Schijnt een hele lieve vrouw te zijn. Ryan begint trouwens al vrij vroeg met acteren. Dat begint een beetje in 2007. En moeder Barbara is er ook echt wel gehaaid in. Hè? Die ziet ook wel talent van haar zoon. Als Ryan pas 9 jaar oud is, heeft hij al zijn eerste grote acteerklus te pakken. Hij krijgt namelijk een rolletje in de film The Secret of the Nutcracker. Het geheim van de notenkraker. Ik moet dan gelijk denken aan het ballet. Maar in ieder geval, het is echt een prachtige rol. In deze film speelt hij een personage genaamd Billy. En het is niet een hele grote rol of zo, maar het staat wel lekker op je cv. Dan duurt het ook niet lang voordat hij zijn tweede rol te pakken heeft. Dat gebeurt in 2008. Het gaat om de film Jumper. Hier speelt hij een 5-jarig jochie. En dan denk je, hè? Ryan was in die tijd 1 jaar of 10. Ryan had een heel schattig gezichtje, een beetje een babyface. Hij leek veel jonger dan hij was. En daarom geschikt voor dit soort rollen, hè? Dat hij 5-jarige moet spelen op zijn 9-jarige leeftijd. Dit doet me dan weer een beetje denken aan de zaak van Judith Barcy. Die had dat natuurlijk ook. Die werd ook ingezet voor allerlei rollen waar ze een jonger iemand speelde. Maar ik vind 9 ten opzichte van 5 wel een groot verschil. Dus zo jong zag hij eruit. Soms kijk je zo'n serie of zo'n film en dan zit er een kind in en dan denk je zo. Die komt goed uit de woorden, een wijs kind. Vaak is het dan ook wel een ouder kind dan het lijkt en dan het speelt. Nou, Ryan die was klein voor zijn leeftijd. Dus hij was echt geknipt voor dit soort rollen. We maken dan even een grote sprong naar het jaar 2019. Ryan is dan inmiddels, nou ja, een jong volwassen man. Hij is inmiddels een stukje groter en volwassener geworden. Nog steeds geen lange jongen. Hij is altijd klein geweest voor zijn leeftijd, maar hij is nooit groter geworden dan 1,70 meter. Dat is letterlijk mijn lengte. In ieder geval, het is nog steeds een leuke jongen om te zien. Hij heeft donkerblond haar, blauwe ogen en hij woont nog steeds bij zijn moeder thuis. Barbara is inmiddels 64 jaar oud en ze wonen nog steeds in zijn geboorteplaats, Squamish. Daar zijn ze nooit weg geweest. Zijn zus is inmiddels het huis uitgegaan. Dus moeder en zoon wonen samen in één huis. Ryan gaat dan naar school. Hij zit op het Simon Fraser University. En dat ligt dus ook in de provincie British Columbia. Na school doet hij nog steeds wel wat acteerklusjes. Ik kan me dan voorstellen dat hij nog steeds hier en daar ingeschreven staat bij een bureau. Hè? En dan op een gegeven moment krijgt hij een bijrol toegewezen in de populaire Netflix Riverdale. Dat is natuurlijk wel lekker, hè? Hij heeft geen grote rol. Hij is heel kort te zien in een van de afleveringen. Om precies te zijn, is hij te zien in het 4e seizoen in de 1e aflevering. Ik kan me dit dus nog wel herinneren. Maar hij speelt dus een tiener, genaamd Jeffrey Augustine. En hij heeft zonder toestemming de vrachtwagen van zijn vader meegenomen. Hij is dus gaan joyriden en heeft dus per ongeluk de vader van Archie, Fred, aangereden. En dat heeft Fred dus ook echt het leven gekost. Ik vond dit serieus best wel een hele sneuwe aflevering. Omdat Fred, die acteur, is in het echte leven ook doodgegaan. Dus hij moest ook uit Riverdale worden geschreven. Dat weet ik nog wel. Er werd ook een soort begrafenis gehouden. En het was een hele beladen aflevering. Dat weet ik nog wel. Het was ook wel echt te voelen dat het verdriet van de acteurs, dat hartstikke echt was. Maar goed, dat terzijde. Hè, hij is dus degene geweest die Fred in de serie heeft doodgereden. Dit zal Ryan Grantham's zijn laatste rol zijn. Een jaar later, in het jaar 2020, zitten we dan al in de pandemie, jazeker. Ryan is dan 21 jaar oud. Hij zit niet lekker in zijn vel. Hij heeft ook al een tijdje geen acteerklus meer gehad en hij struggelt heel erg met zijn school. Wat ook een hele grote factor is dat het niet goed gaat met zijn moeder Barbara. Die lijdt namelijk aan de ernstige ziekte. Ik kan dit woord dus ook niet uitspreken op YouTube. Ja, je weet waarschijnlijk wel welk woord het is, maar je moet weer eventjes liplezen.
Maar op dat Simon Fraser University gaat het dus niet helemaal goed. Zijn cijfers, hè, het gaat hem allemaal niet voor de wind. Hij voelt zich ook echt een mislukkeling. Hij is ook echt onwijs boos op de wereld. Boos op zijn medeleerlingen van de universiteit. Waarom hij precies boos was, kon ik niet echt achterhalen. Maar ik denk dat het gewoon komt omdat hij ziet dat het anderen wel lukt. Hè. Ik kan maar één ding bedenken. Hij is dan ook vooral boos op buitenlandse medestudenten. Waarom dat zo is, dat weet ik ook niet. Hij schrijft in ieder geval een dagboek. Hij schrijft alles van zich af. En daaruit blijkt dat die boosheid, frustratie vooral gericht is naar zichzelf. Het is eigenlijk best wel heel erg triest. Die jongen voelt zich compleet hopeloos in het leven. Hij weet niet wat hij met zichzelf aan moet. Misschien heeft dat acteren hem ergens ook wel een bepaald soort idee gegeven, hè, van de toekomst. En dan lijkt het toch niet zo te lopen als dat hij had verwacht. Dan ben je identiteit misschien kwijt. Is je moeder ook nog eens ziek? Heb je geen vader in je leven gehad? Er zijn heel veel factoren die hebben bijgedragen aan dit gevoel van Ryan, hè, ongetwijfeld. Zijn dagboeken, daar wordt alles uitgebreid in beschreven. En op een gegeven moment mislukken zoveel dingen dat hij in zijn dagboek schrijft dat hij erover nadenkt om een einde te maken aan zijn eigen leven. Hij haat zichzelf, hij haat de hele wereld en heeft ook het gevoel dat hij iets gewelddadigs moet doen. En dan wil hij niet alleen een einde maken aan zijn leven, maar hij zou ook anderen iets aan willen doen. Hij wil impact maken op de samenleving. Hij wil gezien worden. Hij kijkt ook regelmatig mega gewelddadige video's op het dark web. Ik weet niet of jullie dark web kennen of daarvan hebben gehoord, maar het is een laag van het internet waar je niet moet zijn. Daar gebeuren dingen op. Er worden dingen opgedeeld wat het daglicht niet kan verdragen. Er wordt gedeeld. Maar er staan ook video's op die je op het normale internet niet zult zien. Dat zijn de soorten video's, de gruwelijke video's die Ryan Grantham dagelijks bekijkt. Daarnaast doet hij nog iets waar hij zelf ook vooral niet trots op is. Hij kampt namelijk met een cannabisverslaving. Ik noem het altijd het groene goud, maar hij doet dat om zich relaxter en beter te voelen. Maar het is nu zo uit de klauwen gelopen dat je het gerust bij Ryan wel een verslaving kan noemen. Hij is daar ook wel echt afhankelijk van. Ondanks dat het echt heel slecht gaat met Ryan, weet hij dit voor de buitenwereld heel goed verborgen te houden. Hij is natuurlijk een goede acteur en weet ook goed zijn emoties onder controle te houden. En dat blijkt voor hem een groot voordeel te zijn. Hierdoor heeft zijn moeder ook helemaal niet door dat het zo slecht gaat met haar zoon. Barbara heeft geen idee. Hij weet de schijn echt perfect op te houden. En dat is ook wat hij wenst, want zijn moeder is hem is eigenlijk heel dierbaar. Hij wil zijn moeder trots maken. Ze is ook nog eens ziek. Als zij zou weten dat hij het zo slecht heeft, hè, dat wil hij haar niet aandoen. Hè, die schaamte is ontzettend groot. Ze is tenslotte druk met haar eigen problemen nu ze zo ziek is. Dus hij wil haar daar niet mee belasten. Barbara was ook echt nogmaals een hele lieve, warme, zorgzame vrouw. Ze had alles over voor Ryan. Hield zielsveel van haar dochter en haar zoon. Als je haar ook ziet, hè, de gezelligheid spat er vanaf. Ze heeft half lang, net zoals Ryan, donkerblond haar. Het is echt iemand die de buitenlucht opzoekt. Ze is altijd in voor een avontuur. En ze heeft één grote hobby en dat is piano spelen. Het gaat van kwaad tot erger als Ryan ineens een zeer duistere ingeving krijgt. Hij is van plan om zijn 64-jarige moeder Barbara van het leven te beroven. Hij is vastbesloten dat ze dood moet, ondanks zijn liefde voor haar. Dit zou geen actie zijn uit haat jegens zijn moeder. Hij is vooral doodsbang dat zijn moeder erachter komt dat hij het niet goed doet op school. Dat hij het niet gaat halen. Hij is vooral bang dat zijn cannabisverslaving aan het licht komt en dat ze daarachter komt. Hij kan het gewoon niet verdragen dat er een mogelijkheid is dat zijn moeder daarachter komt. Die teleurstelling wil hij, wil hij haar besparen. Hoe gek het ook klinkt, het is echt alsof die schaamte dan zo groot is, hè? Hij wil simpelweg niet dat zijn moeder ziet wat voor loser hij eigenlijk is. Dat zijn zijn woorden. Hij is bang dat zijn moeder hem hetzelfde gaat zien als hoe hij zichzelf ziet. Dit gaat dus zo ver dat hij die overweging maakt zijn moeder te vermoorden. Dit is een hele duistere gedachte. Maar nadat hij zijn moeder heeft vermoord, wil hij nog meer uitvoeren. Hè? Hij heeft nog meer duistere plannen voor zichzelf uitgeschreven. Hij wil iets doen wat dus een grote impact heeft op de samenleving.
En hij wil zoveel mogelijk mensen daarmee raken. Wat het ook mag zijn, hè? Dat is het plan. En dat is dus ook een van de redenen waarom hij zijn moeder wil vermoorden, zodat ze dat niet hoeft mee te krijgen van hem. Dus hij heeft een plan, een groter plan, om meerdere mensen van het leven te beroven of iets anders groots te doen. Maar om zijn moeder dat te besparen, moet ze ook dood. Het zijn allerlei redenen. In zijn dagboek schrijft Ryan over de film The Joker en hoe hij tegen de hele situatie opkijkt. Hij bewondert dat. In de film wordt namelijk een stand-up comedian, of beter gezegd een soort mislukte clown, langzaamaan helemaal Annemaria Koekoek. De Joker draagt als het ware twee maskers. Dat belichaamt natuurlijk ook perfect Ryan's situatie. De Joker draagt zijn clownsgezicht, die hij opzet als hij aan het werk gaat als stand-up comedian. Maar zijn gewone gezicht laat hij zien in het gewone dagelijkse leven. En achter dat clownsmasker plant de Joker dus allemaal gewelddadige acties. En verandert in een crimineel meesterbrein. Ryan schrijft in zijn dagboek dat hij zich in de Joker herkent. En dat hij zichzelf meer ziet als iemand die een soort seriemoordenaar wordt dan een massamoordenaar. Later blijkt dat hij ook heeft nagedacht over een aanslag op zijn eigen school, de universiteit waar hij op zat. Op 5 maart 2020 zou hij zelfs met een shotgun in zijn auto naar die universiteit zijn gereden. Maar goed, dat plan heeft hij dus blijkbaar gelukkig niet doorgezet. Maar goed, Ryan heeft zijn plan uitgeschreven en is vastbesloten iets te gaan doen. En daarvoor moet zijn moeder als eerste worden vermoord. Dat zit in zijn hoofd. Voordat hij de grote daad pleegt en wat echt impact gaat maken op de samenleving, moet zijn moeder vermoord worden, want anders zou zij erachter komen. En hij wil in ieder geval niet dat zij zich hem zo herinnert. Stap 1 in dit plan is het regelen van een moordwapen. En dat is voor Ryan niet al te moeilijk, want hij is lid van een schietvereniging. Ryan Grantham is ook aardig ervaren in wapens. Het is echt te bizar voor woorden dat dat allemaal gewoon kan. Dat iemand die eigenlijk stiekem zo geestesziek is, toegang heeft tot zulke wapens. Doodeng. Hij heeft thuis dus ook een pistool. Een 22 kaliber rifle. Het is een groot geweer met een lange loop, wat een beetje lijkt op een jachtgeweer. En Ryan kan hier echt prima mee overweg. Hij weet precies hoe alles werkt, wat hij moet doen en hoe hij dat wapen moet bedienen. In zijn hoofd loopt hij alles stap voor stap na. Hoe ga ik het doen? Wat voor moment is het beste? Gaat hij het überhaupt echt doen? Is hij er echt toe in staat? Er is bijna niks anders meer waar Ryan aan denkt dan dit plan. Hij haalt er zelfs een GoPro-camera bij om video's mee op te nemen, hè? Hij neemt daarin zijn stappenplan door. Het lijkt alsof hij dat een beetje aan het vloggen is. Deze beelden zijn trouwens niet te vinden op het internet. Dus je kunt zoeken wat je wil. Het is er niet. Het bestaat niet. Gelukkig dat dat in ieder geval niet is uitgelekt. Hij gaat ook steeds een stap verder. Op een gegeven moment neemt hij zelfs een video op met die GoPro dat hij zijn moeder van achter besluipt met dat geweer terwijl ze aan het piano spelen is. Moeders heeft niks door. Hij neemt het allemaal op met die GoPro. En van achter besluipt hij haar dus met dat wapen. Het is echt ontzettend eng. Stel je voor dat Barbara op dat punt wel was omgedraaid. Ik ben benieuwd wat er dat moment dan was gebeurd. Dit laat in ieder geval wel zien dat Ryan Grantham serieus is met deze plannen. Het is echt iets wat hij in de praktijk wil brengen, dat is wel duidelijk. Nogmaals, niemand in zijn omgeving heeft iets door. Het is echt ook wel heel triest, hè, hoe eenzaam deze jongen zich moet hebben gevoeld. Want hij kampt met zulke psychische problemen en zit zo diep in zijn depressie en misschien wel andere dingen, waar hij niet meer uit kan komen zonder hulp. En omdat niemand het bij hem ziet en hij het zo goed weet te verbloemen, komt er dus ook geen hulp. Het is 31 maart 2020. Ryan zit in ieder geval voor het huis, op de trappen, voor de veranda, bij zijn deur. En in zijn hand heeft hij dat pistool, dat wapen. Hij is een kwartier lang een beetje bezig met dat pistool. Hij laat het en dan haalt hij de kogels weer uit. Hij is echt aan het overdenken wat hij nou gaat doen. Is dit het moment? Komt er een ander moment? Helaas komt hij tot het besef dat dit het moment is dat het moet gaan gebeuren. Hij laat het wapen en loopt het huis binnen. Zijn moeder is, zoals ze regelmatig doet, weer aan het spelen op de piano. Voorzichtig, zoals hij dus al eerder heeft geoefend toen hij dat met de GoPro aan het opnemen was, besluit hij zijn moeder van achter en zet het pistool dus op haar achterhoofd. Hij doet zijn ogen dicht en zonder te aarzelen
lost hij een schot, schiet hij zijn moeder door haar hoofd. Ze valt op de grond en naast de piano. Zijn moeder heeft, als het goed is, niet doorgehad wat haar zoon aan het doen was. Ryan verklaart later wel dat zijn moeder in de momenten na het schieten wel wist dat hij haar iets aan had gedaan. Dus dan zou het weer betekenen dat ze nog even bij bewustzijn is geweest, hem misschien nog even heeft aangekeken en niet op slag dood was. Dat zou natuurlijk echt vreselijk zijn. Maar dat zou natuurlijk kunnen. Dus in ieder geval dat Ryan later verklaart. Ryan flipt vanaf dat moment echt compleet de pan uit. Hij weet niet wat hij met zichzelf aan moet. Het is natuurlijk ontzettend schokkend als je eigen moeder om het leven hebt gebracht. Zeker met dit motief, hè. Dat je wel van je moeder houdt, maar gewoon niet wil dat zij dit alles gaat meemaken. Hij besluit in ieder geval direct in zijn dagboek te schrijven, nadat hij dus zijn moeder heeft neergeschoten. En daarin schrijft hij het volgende. Het spijt me zo, mama. Het spijt me zo, Lisa. Ik haat mezelf. Er zijn beelden van mij, film en tv, honderden uren beeldmateriaal van mij dat bekeken en ontleed kan worden. Niemand zal mij ooit begrijpen. Vervolgens pakt hij zijn GoPro, zijn camera, en dan filmt hij zijn moeders lichaam. Die ligt natuurlijk naast die piano. Ondertussen omschrijft hij wat hij heeft gedaan, wat er is gebeurd, en biecht op dat hij zijn moeder heeft vermoord. Dus ja, zo zit die video op die GoPro in elkaar. Deze video duurt ongeveer 4 minuten. Ik kan even citeren wat hij letterlijk in die beelden heeft gezegd. En dat is het volgende. Ik heb net mijn moeder vermoord. Ik heb net mijn moeder vermoord. Ik heb de enige persoon die van mij hield op deze wereld neergeschoten in haar achterhoofd. Dan op een gegeven moment draait hij naar een spiegel en filmt hij zichzelf. En dan zegt hij tegen zichzelf, jij dacht dat je een harde was. In de zin van, je dacht dat je een dikke huid had. Zo praat hij tegen zichzelf. Hij haalt wat geld, haalt het groene goud, wat bier. En dan gaat hij weer naar huis. Thuis, daar waar zijn moeder nog op de vloer ligt naast de piano, gaat hij ineens aan de slag met het maken van molotov cocktails. Hij oefent ook met het gooien daarvan. Want ja, zijn plan is nog niet afgerond. Maar vervolgens besluit hij eerst nog even te relaxen. Hij zet Netflix aan, kijkt nog 2,5 uur naar de tv. In dat huis, hè, daar waar alles zich net heeft voltrokken. Echt, ja, er is net een moord gepleegd. Er ligt nog steeds dat lichaam in dat huis. Wat lijkt me dat verschrikkelijk. Maar hij doet het. Hij gaat Netflix kijken, trekt een biertje open. Hij zal het een en ander hebben gerookt en that's it. Later besluit hij toch maar het lichaam van zijn moeder te gaan bedekken. Hij pakt dan een laken en legt dat over haar lichaam heen. En dan gaat hij naar bed. Het is dan de volgende dag, 1 april 2020. Ryan verlaat dan het huis, want het is die dag tijd voor zijn tweede plan. Voordat hij op pad gaat, besluit hij een rozenkrans aan de piano van zijn moeder te hangen. Hij laat ook een briefje achter voor degene die haar gaat vinden. En hij steekt wat kaarsjes aan die hij om het lichaam heen zet. En hij doet wat gebedjes voordat hij het huis verlaat. Zijn moeder ligt daar nog steeds op de grond met het laken over haar heen. Hij wil zijn moeder een laatste eer bewijzen hiermee, hè? Ik denk dat hij het echt wel ziet als een soort afscheid richting zijn moeder. De laatste keer dat hij haar zal zien. En dan is het tijd om te vertrekken en op pad te gaan. Hij laat zijn auto vol met wapens. Het zijn 3 pistolen, munitie en 12 molotovcocktails. Zwaar bewapend is Ryan dus. Hij neemt ook wat kampeerspullen mee. Misschien is hij van plan om daarna de bossen in te vluchten. Te bushcraften of zo, hè? Om politie te ontlopen als hij gezocht wordt. Who knows? Maar hij neemt ook een uitgeprinte kaart mee van Rideau Cottage. Rideau Cottage is een grote villa van een heel belangrijk persoon in Canada. Het is niemand minder dan Canada's eigen premier, Justin Trudeau. Justin Trudeau woont samen met zijn gezin in die cottage, hè? In die enorme villa. Hij zou het volgende slachtoffer zijn op het lijstje van Ryan. Als Ryan ergens impact mee kan maken, dan is dit het wel. De premier van Canada. Hij stelt zijn navigatie in en rijdt richting het oosten van Canada. De richting in van Ottawa. Het duurt nog wel eventjes voordat Ryan er aankomt, want het is een rit van zo'n beetje 44 uur. Squamish, daar waar Ryan woonde met zijn moeder Barbara, dat ligt namelijk ten westen van Canada. Ottawa ligt helemaal in het oosten van Canada. Nou, je kunt je voorstellen, dat is een eindje weg. 44 uur rijden. Intussen
is Ryans zus Lisa onderweg naar haar moeders huis. Naar Squamish dus. Het is dan een paar dagen later. Ze heeft al een tijdje niks van haar moeder gehoord en ze maakt zich toch wel even zorgen. Zij en haar moeder spreken elkaar ook regelmatig. Het is ook niks voor Barbara om ineens niks te laten weten. Dus Lisa die wil graag een kijkje nemen of alles wel goed gaat daar. Moeder Barbara is tenslotte natuurlijk hartstikke ziek. Ze hebben ook een goede band met elkaar. En wanneer ze haar berichtjes, haar telefoontjes niet beantwoordt, ja, dan schrikt Lisa daar behoorlijk van. Dat kun je je wel voorstellen. Dus zij gaat onderweg naar het huis van haar moeder in Squamish. En daar treft ze dit verschrikkelijke tafereel aan, hè. Ze ziet een laken op de vloer liggen bij de piano. Daaromheen staan allemaal kaarsjes. De rozenkrans aan de piano. Het is een hele gekke aanblik. Ze is totaal in shock. Onder dat laken komt ook bloed vandaan. Dus zij belt direct in shock de politie. En dan komt ze erachter dat haar moeder dood is. Dat ze is doodgeschoten en dat haar broer nergens te bekennen is. En omdat Ryan Grantham natuurlijk altijd goed de schijn kon ophouden, kan ik me voorstellen dat Lisa geen idee had hoe de situatie in elkaar stak. Ryan die is op dat punt aan het rijden. Hij rijdt dan ongeveer pas 2 uurtjes rond. En dan besluit hij dat het vermoorden van de premier, dat iets is wat hem waarschijnlijk niet gaat lukken, of het lijkt hem in ieder geval niet zo'n goed idee. Klinkt heel raar als ik dat zo uitspreek, van de premier vermoorden lijkt hem toch niet zo'n goed idee. Maar we hebben hier te maken met iemand die ernstig geestesziek is, de weg kwijt is, depressief is. Dus ja, zo werkt het in zijn hoofd. Het lijkt hem geen goed idee. Het lijkt ook allemaal heel impulsief te gaan. De hele tijd gaat hij van de hak op de tak. Besluit hij dat hij ook zichzelf van het leven wil beroven, dan is het weer wat anders. Hij gaat gewoon alle kanten op. Maar goed, hij draait op een gegeven moment weer om. Hij besluit dat hij toch niet die richting op gaat, daar waar die premier zit. En rijdt weer terug richting zijn woonplaats, richting Vancouver. Hij is toch van plan een massamoord te gaan plegen. Een van de locaties die hij in gedachten heeft, dat is zijn school. De Simon Fraser University. Daarnaast heeft hij ook een plan, hè, om een bepaald soort brug te beklimmen. Het heet de Lions Gate Bridge. De Lions Gate Bridge, het is een enorme brug van 1800 meter lang. Hij wil die beklimmen. En vanaf die hoogte wil hij mensen aanvallen. Dus hij wil gooien met die Molotov cocktails die hij bij zich heeft. Hij wil vanaf die hoogte mensen beschieten. Een impact maken, zoals hij dat had geschreven in zijn dagboek. Over die brug gaat ook enorm veel verkeer. Dus dit zou een uitgelezen kans voor hem zijn om, ja, veel mensen slachtoffer te maken van zijn actie. Gelukkig zet hij ook dit plan niet door. Hij besluit zelfs geen enkel plan meer door te zetten. Hij rijdt dan zwaar onder invloed van de verdovende middelen en helemaal in de war naar het politiebureau van Vancouver om zichzelf aan te geven. Op dat punt dat Ryan daar aankomt, ziet een politieagent die daar, ja, in de buurt geparkeerd staat Ryan al aankomen. En hij vraagt aan Ryan of het wel goed gaat, want Ryan is zichtbaar overstuur. Ryan biecht dan vervolgens op wat hij heeft gedaan en hij zegt tegen die agent dat hij zijn moeder heeft vermoord. Nou, uiteraard wordt Ryan vanaf dat punt in hechtenis genomen. Ryan wordt uiteindelijk aangeklaagd voor de moord op zijn moeder met voorbedachte raden. First degree murder heet dat dus. In maart 2022 gaat Ryan er akkoord mee. Ik denk dat hij een soort deal heeft gemaakt, hè, dat hij de bak indraait voor second degree murder. Doodslag dus. En dat betekent dat het niet met voorbedachte raden is gedaan. Maar hij heeft het natuurlijk wel beschreven in zijn dagboek. Denk alleen dat hij dit, ja, voor elkaar heeft gekregen, omdat er ook andere omstandigheden meespeelden. Denk aan zijn mentale toestand. Vandaar dat ik denk dat ze uitkwamen op de second degree murder. Tijdens de rechtszaak kwam het ook naar voren, hè, hoe slecht de mentale toestand was van Ryan ten tijde van de moord. Dat niemand dat heeft gemerkt. Hij was depressief, instabiel, chaotisch, fragiel. Zijn gedrag en zijn gedachten gingen alle kanten op. En hij was vaak tegenstrijdig. Dus het zou kunnen dat hij het ene moment het plan had en het andere moment niet. En dan kom je misschien wel weer uit op doodslag. Dat zou kunnen. Daarnaast leefde Ryan behoorlijk geïsoleerd. Had natuurlijk een verslaving, hè. Zijn cannabisverslaving. Dit alles heeft natuurlijk bijgedragen aan dit gedrag en zijn uiteindelijke acties. De moord op zijn moeder. Hij heeft zijn moeder dan ook niet vermoord uit haat,
Het is ook weer een heel ander soort motief, hè. Dit zijn we ook nog nooit eerder tegengekomen in deze serie. Dat iemand een moord pleegt. Puur uit wanhoop, eigenlijk. Dat het zal uitkomen dat hij, naar eigen zeggen, een loser is. Niks kan bereiken. Zijn zelfbeeld heeft hier zo'n grote rol in gespeeld. Zijn mentale toestand, wat door niemand werd opgemerkt. Zijn verslaving. In zijn hoofd heeft hij die moord uit liefde gepleegd. Zo verknipt is zijn brein op dat moment. Hij wilde zijn moeder naar eigen zeggen beschermen en voorkomen dat ze zou zien dat hij iets vreselijks zou doen. Puntje bij het paaltje heeft hij dat plan nooit uitgevoerd, hè, om een massamoord te plegen of iets anders. Ik denk dat hij op een gegeven moment zich heeft beseft in die auto van joh, wat heb ik gedaan? Wat ben ik aan het doen? En dat zijn mentale toestand daar ook heel erg in kon wisselen. Ryan heeft in ieder geval extreem veel spijt. Naar eigen zeggen hield hij onwijs veel van zijn moeder en zegt ook dat ze dit totaal niet heeft verdiend. Hij is vastbesloten om zijn leven te beteren. Voor zijn gevoel is dit de enige manier waarop hij het nog kan goedmaken. Hij wil leven leiden waar zijn moeder van bovenaf nog trots op hem kan zijn. Hè? Ja, naar eigen zeggen wil hij een goed, beter en eerlijker persoon worden. Ryan zit zelfs dan nog een paar jaar in voorhechtenis, voordat er echt een definitieve uitspraak komt in zijn zaak. En het gaat niet per se over de toedrachten, of het nou moord of doodslag is. Het staat al vast hoe hij berecht is, maar het gaat om zijn parole, of hij dus voorwaardelijk vrij kan komen. Hij volgt gelukkig een programma speciaal voor zijn mentale gezondheid, hè? Dus hij krijgt behandelingen, therapieën. En dat is ook precies wat deze jongen nodig heeft. Hij zit dan ook in een soort praatgroep met andere mannen en daar laat hij wel zien dat hij zich echt wil inzetten voor dat betere leven en een mooiere toekomst. En ja, ook al lijkt dat nu te laat te zijn, het gaat in ieder geval naar het schijnt een stuk beter met Ryan. Uiteindelijk op 21 september, jongstleden, 2022 dus, wordt besloten dat Ryan na 14 jaar in aanmerking kan komen voor een vervroegde vrijlating. Ryan's advocaat vroeg om 12 jaar. Het OM wilde 17, 18 jaar. Maar ja, de rechter is er uiteindelijk tussenin gaan zitten. Het is 14 jaar geworden. Dus we hebben kans dat Ryan over een jaar of 11 weer vrij rondloopt. En dan hopen we maar dat die behandelingen hebben aangeslagen. En dat hij, als het weer een keer fout gaat, wel aan de bel kan trekken. Het is natuurlijk wel heel tricky. Als iemand een gevaar is voor zichzelf en anderen. En dit zo goed weet te verbloemen. Het lijkt me dan persoonlijk best wel een eng idee dat zo'n iemand ooit toch weer op vrije voeten wordt gesteld. Ryan is natuurlijk best wel een klein ventje. En hij komt terecht in een gevangenis tussen zeer grote criminelen. Het is natuurlijk een opvallende jongen, omdat hij niet het type is wat daar per se tussen past. Ik denk dat je er wel een beeld bij hebt. In Canada heb je drie categorieën in wat voor soort gevangenis je terecht kan komen. Het hangt dan ook af van wat je hebt gedaan. In welk gevangenis je uiteindelijk terechtkomt, dat ligt aan de daad. Ryan, die heeft natuurlijk schuld bekend. Een second degree murder. En dat is een ernstig delict. Heel ernstig. Dus hij gaat ook naar de strengst beveiligde gevangenis. Daar waar ook de meest agressieve criminelen zitten. De meest heftige gevallen. De advocaat van Ryan is van mening dat het niet veilig is voor Ryan. En er loopt dus ook een aanvraag om Ryan naar een medium gevangenis te krijgen. Zodat in ieder geval een beetje zijn tijd door kan komen. Later is hij overgebracht naar een andere gevangenis. En daar zitten alle drie de categorieën met elkaar gemengd. Dus dat zou denk ik ook wel een betere plek zijn voor Ryan. Het is wel een tijdelijke oplossing. Want uiteindelijk doet de rechter uitspraak over welke van de drie categorieën het nou gaat worden. Tot die tijd zit hij dus in die gemengde gevangenis. En de rechter moet nog beslissen wat het gaat worden, dus we gaan het zien. Lisa, de zus van Ryan, is er natuurlijk kapot van. Ze heeft nooit doorgehad dat Ryan zo'n gevaar was voor zijn eigen moeder. En dat ze dat niet door heeft gehad, dat rekent ze zichzelf heel erg aan. En zij is er dus echt heel bang voor dat moment dat Ryan vrij gaat komen. Juist omdat zij als zus, iemand die hem heel goed kent, nooit iets aan Ryan heeft gemerkt. Tot zover het verhaal van Ryan Grantham. Ja, het is ook zo gek om dat stukje uit Riverdale dan te zien.
met de kennis van nu. Die stukjes zijn ook op het internet te vinden. Ik heb het natuurlijk wel ook hier in de video verwerkt. Maar wegens copyright redenen kan ik niet alles laten zien. Dus als je dat wil kijken, het is seizoen 4, aflevering nummer 1. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat jullie van dit verhaal vonden. Laat het mij uiteraard weten onder in de comments. En heb je nog ideeën voor een volgende zaak, een volgende aflevering? Laat het mij dan ook alsjeblieft weten. Abonneer natuurlijk op dit kanaal als je geïnteresseerd bent in meer van dit soort verhalen. En beluister natuurlijk ook mijn versie over de zaak van Ryan Grantham op Podimo in een nieuwe aflevering van Moordkast. Ga ervoor naar podimo.nl/moordkast. Nieuwe leden krijgen daar 30 dagen gratis. Aankomende zondag ben ik trouwens weer live op mijn tweede kanaal, youtube.com/onnestream. Ik ga gamen met jullie. Als je vragen hebt over deze zaak, kunnen we napraten in de stream. Zorg ervoor dat je erbij bent. Aankomende zondag om 7 uur 's avonds. En anders zien jullie mij volgende week weer met een nieuwe misdaad en mysterie. Elke vrijdag om 4 uur 's middags. Tot dan.